Komende woensdag speelt FC Groningen voor de vierde keer in de historie de halve finale van de KNVB-beker. Op 12 april 1989 speelde de FC de halve finale in het Oosterparkstadion tegen Willem II. FC Groningen won met maar liefst 5-1 en bereikte voor het eerst de eindstrijd. Oud-FC Groningen-verdediger Klaus Boekweg was erbij op die woensdagavond. En Olderik erin kraakt. Wij hadden natuurlijk met De Wolf, wij hadden met Groelijke, Jos Rosien, Eikelkamp, Henning Meijer. Wij hadden ook in die tijd gewoon een heel goed elftal. Kijk, we hebben natuurlijk ook in de competitie, maar goed, nu praten we over de competitie, hebben wij natuurlijk ook de derde plaats kunnen behalen met dit elftal. In die tijd, voor Groningen begrippen, was het gewoon een uitstekend elftal. Wat al heel lang hebben mogen kunnen meedoen voor het kampioenschap, hè, want dat jaar hebben we ook meegemaakt. Een paar jaar hebben we Europees voetbal kunnen spelen, dus wat dat betreft heeft Groningen altijd wel in die tijd een hele goede elftal gehad. En dan de knal van Groelijke. Daar staat Groelijke onbekend. Hij had in Zwolle vrijdag al tweemaal succes. Nu leeft het enorm, hè, die halve finale en al. Mensen denken al aan de finale. Was dat toen ook zo? Nou, ik zelf, als je mij persoonlijk vraagt, ja, ik ben nooit met dat soort dingen bezig geweest. Van iedere wedstrijd is weer op zich en je moet eerst maar zorgen dat je een ronde verder komt en dan kijk je maar weer verder. Zo was mijn beleving eigenlijk een beetje en zo zit ik er nog steeds een beetje in. Ik moet niet al te snel vooruitdenken naar hey, wat gebeurt er in de finale. Ik moet eerst maar zorgen dat je eerst volgende wedstrijd gaat winnen. Corner komt van Godé, Veskens. En het is meteen raak, Wilco van Buren. En Eikelkamp die nu wel in kop. Deze kans liet Groningen zich niet ontgaan. Malien kwam in dit geval niet hoog genoeg. En zo is het toch 3-1. Olderik ringt dan. 4-1. Je ziet ook aan de beelden, maar goed, dat merk je op dat moment helemaal niet. Als je als voetballer daar actief bent, dan ben je helemaal niet bezig met het publiek. Maar als je nu de beelden terugkijkt, ja, voor mij was het stadion overvol. Voor mij zaten er gewoon mensen nu, of tenminste toen in het stadion, die er eigenlijk helemaal niet had mogen zitten voor mijn gevoel. Die niet de juiste kaarten hadden. Maar als je dan ziet, dat je ook van, ja, er stonden gewoon rijen mensen nog achter de hekken. Terwijl alle staanplaatsen, zitplaatsen gewoon uitverkocht waren. Sinkgraven stuurt Meijer op pad. Van Gobbel komt net niet tot een overtreding, maar krijgt Meijer niet van de bal. Geen buitenspel. Groelijke raak. Het is uiteraard de beslissing. Groningen komt in de volgende ronde. Wil je een ronde verder, wil je inderdaad naar de finale toe? Ja, dan zal je eerst een goed resultaat moeten halen tegen Excelsior. Kijk, dan kun je pas denken van, hey, nu gaan we lekker naar de finale toe. Ja, en dan gaan we daar lekker van genieten. Maar goed, ik denk dat het belangrijkste is dat ze nu gaan genieten van de halve finale. Met een uitverkochte Euroborg. Dus, en dat moet je eerst maar zien te overbruggen.